Ja, je bent terug. Ja, mag dat heel even snel, Richard? Heel snel even. Ja, ja, nee, je bent niet de baas vandaag. Laat hem even zien, laat hem even zien. Ja, dat is hem. Dat is hem. Ik zag een brede glimlach en terecht. Ja, opluchting, blijdschap, alles door elkaar. Het is natuurlijk een heel zwaar seizoen geweest en we hebben de druk, tenminste ik wel, de druk het hele jaar wel gevoeld. Van het moeten promoveren. Nou, gelukkig is dat nu ten einde en ik moet zeggen, er valt wel heel erg wat van mijn schouders af. Ja, zat het zo diep dat je zegt van ja, dat was echt wel een last die ik meedroeg? Ja, ik denk het wel ja. Toen ik hier tekende vorig jaar was de club natuurlijk echt op zijn gat. En, ja, er was niks. Er was alleen een trainer. De selectie was er niet. En ik denk 6, 7, 8 weken nadat ik er was, was er nog steeds geen speler aangetrokken. Ik moest echt van nul beginnen. En, ja, als je dan op deze manier kan redden. Ik denk het echt een wonder is dat we kampioen zijn geworden. En de manier waarop is geen schoonheidsprijs, maar ja, het moest gewoon gebeuren. En de club hing aan een zijde draadje, denk ik. Als er geen promotie had afgedwongen, dan, ja, dan was er nog meer druk gekomen op het volgende jaar. En ja, dat is niet wat je wil. Dus ja, ik voelde dat heel diep. Ik denk dat de laatste paar weken ja, de druk nog erger werd. Zeker na 2 keer verlies in de laatste weken. Ja, en terwijl je pijn hebt, wil je dan toch weer doorgaan. Ja, dat is wel gelukt, maar nu is het seizoen echt over voor me. Ja, dit had ik niet van je verwacht. Dat je ja, zo ja, rationeel beschrijft hoe emotioneel eigenlijk die achtbaan is geweest. Ja, ja. Ik ben een rationele denker. Emoties komen niet zo heel snel bij me naar boven. Maar dit is, ja, dit is zo geweldig. En ik had het echt niet verwacht toen we in augustus vorig jaar hier stonden. En, ja, ik moet zeggen, ik vecht al een paar weken eigenlijk tegen de tranen. En die kracht die wil ik echt meenemen het veld op. En ja, dat is wel gelukt.